ik ga gewoon tellen. Ik heb een goede 50 maand op Maatland terecht. Aardig in het wit, maar ik bedoel, qua weersomstandigheden, daar heb ik het over. Waar ik woon is het altijd witte kerst. Ja, maar hier niet. Nee. Denk ik. Dat is jullie eigen schuld. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Nee. Komt door de opwarming van de wereld misschien. Ja. Dat daar nog veel regen is. En waar ik ben, daar is de kerst nog wit. Ja, hoe gaat het met Rudolf? Ja. Waar zit hij dan nou? Zit hij in de stal ergens hier? Ja, ik zit hier op een vaste stek. Ja. Ja, joh. Kom maar even zo met hem, met de tas even zo. Maar ik mag er allemaal uit zijn. Ja, u zei even wat, hè, met kerstbomen, hè? Zijn die ook daar bij jullie ook in de aanbieding? Yes. Of houdt u alleen met die tassen? Kerstboomjes, ja. Bezoekers? Ja, wie is toch? Ik denk zo'n 2500 in de maand of zo. Oh. Misschien na vandaag iets meer. Ja. Dus, je bent net begonnen? 13 jaar doe ik het al. Oh, 13 jaar. Maar met internet? Een jaar of 12 denk ik. Ja. Elektronisch via het station. Er zit een temperatuurmeter in en een luchtvochtigheidsmeter. Ja. En een regenmeter. Dan kun je ook zien hoeveel millimeter neerslag is geweest. Met deze kan ik binnen digitaal aflezen. Ja. Het staat ook op de website. Ja. Maar officieel meet ik altijd met deze. Dit is een officiële regenmeter. Ja. Dat is gewoon een opvangvat. Dat wordt hierin opgevangen. En iedere avond om 7 uur doe ik het in een maatbeker. Ja. En dan kan ik precies de regenhoeveelheid afmeten. Ja. Die is secuurder dan die elektronische. Ja. Hier nog het kastje. Oude weerhut. Ja. Met een minimale temperatuur en een maximale temperatuurmeter. Ja. Zoals vroeger ging, nou, die gebruik ik niet meer. Alleen dat ze de elektronische kapot is, gebruik ik het. Zit er nog?